Het hichtepunt van alle militaire activiteiten in de Friese Haardstad, terug het 44e Panzerinfanteriebataljon Johan Willem Friso, is zonder mis het feestelijk defilé op het Wilhelminaplein in Ljouwt. Doel is dat het korps in Tenij vaker presenteert in Friesland. Ja, het 44e bataljon, die ben Joert in Ljouwert. Dat had een meisje en mij dat zij het Frieske bataljon neemt worden. En zij hadden bongen met Johan Willem Friso, die zou het stadhouder. En Joert hadden wij onze arrangementsdag en dat vieren we hier in Ljouwert. Wat doen ze dan correct? De meesten die lezen hier de eten, dat zijn onze nieuwe militairen, die nieuw binnen bij het bataljon. En tevens hebben we correct de gevechtsinsignes uitrekken, om degene die gevechtsacties in het uitzendgebied DNH in het verleden. En wij hebben ook nog een paar blauwe koorden uitrekken. Het korps leger in Havelte had net alleen nog een historische boom met Friesland, maar telt ook een soort Friese militairen. Die binnen onder oren onwijzig in volslijnen camouflage-uitresting. Dat jij erbij. Het is op zich goed dat we een keer naar buiten treden, naar de burgerbevolking toe. Maar ja, het is net de dagelijkse kost. Het is echt een beetje een feestje, of niet? Nou ja, voor sommige mensen wel, ja. Maar als een jongens als jongen, dan denk ik van, nou, hier midden in de stad, het lijkt wel een beetje carnaval. Nou, het feest is al wist, hè. Het bataljon dat is vestigen in Havelte en om het eind van de dag geven we gewoon weer een hoes. Maar ja, we willen de bon graag bestendigen, daarvoor ben je weer Joert Jere en we hopen dat we hier volgend jaar weer onze regimentsdag vieren kunnen.